Ja, dames en heren, het was heel erg spannend. Eerst een spannende nominatieronde waaruit Karen Walters en Hans Roos kwamen van Hart van Hilversum. Ook Samiak Groen. Het was heel spannend, want opeens leek het erop alsof Hans Roos zou winnen. Maar helaas, men probeerde de strijd te beïnvloeden, wat trouwens niets met de drie kandidaten te maken had. De winnaar staat hier naast me, Samiak Groen van de PvdA. En wat is ongeveer omschreven rondom deze persoon? Jong, dynamisch, hij weet om te gaan met de sociale media, open en wellicht misschien in de toekomst de opvolger van Hans Hazelager. Dames en heren, de winnaar van de Frans Vrolijke Prijs in samenwerking met Politiek Debat Hilversum, de Dichtbij-site en de Gooi in Eenbode redactie. Ook wel beter bekend als de Gooi in Eenbode publieksprijs, Sami Akri. Applaus. Akru. Nou, dan moet ik maar achter deze microfoon staan. Dank u wel allemaal. Ja, ik ben er blij mee. Het is natuurlijk een hele grote eer dat ik zo'n prijs als dit mag winnen. Dat ik voor zo'n prijs Colombiaanse toestanden had verwacht, had niemand denk ik van tevoren kunnen bedenken. U weet alles wel, allemaal wel wat er ongeveer is gebeurd. Allereerst heb ik met een mooie uitslag, dankzij iedereen die op mij gestemd heeft, gewonnen. En ik had zelf ook niet verwacht dat de strijd beïnvloed zou worden. Dus ten gunste van Hans Roos, u kent het allemaal. Maar goed, ik moet het toch maar even benadrukken, omdat het allemaal niet correct is gegaan. Neemt niet weg dat ik heel erg blij ben met deze prijs. En ik heel erg benieuwd ben naar hoe het volgend jaar gaat lopen. Nou, dank u wel. Oké. Dank je wel, Simon.